Marit Leenstra brengt sprinttitel weer naar Friesland. Shanky Knecht stelt teloor op NK Short Track. En basketbalclub Ares in Needwaar trok haatsponsor. Het is manje Sonja Nevares. Dit is de sport in Boppenslag. Goeien. In het komende Lietje Loeren omtinken van de Friese sport van het Oude Wiekoin. Maar een soort echte wintersporten, zoals reetrijden en ook short track. Maar we winnen dit Wiekoin ook nog bij het basketbal, Ares Chin Zwolle. En dat is een duel in de Middenmoord. En hij komt ook weer voorbij, uw eigen Dirk Buitenzorg. Dat al razen, nu eerst het NK Sprint. Marit Leenstra had in Grain zorgen voor een primeur. Ze is de eerste Friesinne die deze eeuw goud pakt op een NK Sprint. De Wiekelse wie vorig jaar nog Nederlands kampioenen allround, maar kiest dit seizoen voor de kwartrouwstand. De laatste Friese kampioenen komen uit de jaren 90 en dat is opmerkelijk, want van oudsher hier Friesland altijd een soort goeie sprinters. Op dit moment heb ik gekozen om echt op 1500 meter te richten. En om daar echt maar de wereld op mij te dwalen, wist ik dat ik nog een stap moest maken in de snelheid. En daarom heb ik gekozen om, ja, om iets meer op de sprint te richten eigenlijk. En ja, daar hebben we heel veel op getraind. En dat dan op zijn Nederlandse kampioenschap eruit komt. En als dan Jost ja, echt werk eigenlijk heel tijd mee bezig is, dan is dat wel heel mooi. Daarmee is Marit Leenstra de eerste Friese sprintkampioen van deze eeuw. Maar hoe lang is dat naar de laatste? Nee, ik heb geen idee, maar volgens mij een heel skofte. Om precies te wijzen, Sontje hier, nee, Annemarie Thomas, die in 96 haar tweede titel pakte. Bij de mol hier komen Sjoerd de Vries en Jesper Hospers in actie. En ook daar geeft de historische kennis net zo vier. Het wie de laatste Vries weer. Nou, misschien iets een keer? Nooit? Ja, die koek. Ja, ik weet het net. We moeten bij de mol zelfs 22 hier te bek. In 1990 wie Tjerk Terpstra van Engelen de laatste Fries die met goud naar huis gingen. Het toernooi bij de vrouwen. Marit Leenstra stiet na de eerste dij op het eerste plak vlak voor Margot Boer. Maar Boer riet snijn een nijbare record op een 400 meter en neemt de leading weer over. Ja, 500 ging erg goed. Vandaag een behoorlijke een toprace gereden. Bij traaie afstand zit Marit Leenstra op het tweede plak en is Thijsje Oenema tredde. Dus bij de vrouwen is er kans op Friesk goud. Bij de Molje gaat het een stuk minder. Sjoerd de Vries zit correct in de top 10 en Jesper Hospers leidt hij nog achter. De vraag is dan ook, waar binnen de Friese sprinters bleun? Stit voor die. Regerend Nederlands kampioen spekrieden, of korte baanrieden heet het nou. Ja, niks voor hen. Alleen nog hier dit weekend dan Bart het voor mij even net. En ik ben samen met Sjoerd, ben wij de enige echte Friese troeven. Ja, en, het lukt even net. Met Jetrick bij, jammer genoeg. Sjoerd de Vries riet op zijn laatste 1000 meter nog wel naar een verdienstelijk vierde plak. Maar zijn zonde plak in het eindklassement betuurt dat zijn seizoen er nou al op zit. En dat is een grote teleurstelling. Ik hoop dat ik wat een beter niveau had hier, het algemeen. En ik met NK met die wereldbekers aan het begin van het seizoen. En dat zit er op een of andere manier net in. En dat is natuurlijk wel... stof tot nadenken natuurlijk. Ja. De spanning van Friesland zit hem bij de vrouwen. De 1000 meter is beslissend. En de eerste die in actie komt is Thijsje Oenema. Ze riet een stabiele kilometer, wordt vierde. En dankzij de 1000 meters gaat ze naar het WK in Salt Lake City. Ik ken gewoon goede 1000 meters rijden. Ik heb voor niks vorig die Nederlands kampioen een keer 12 wereldbeker wist. Dus ik ken een prima rijden, alleen nog... Ja, dit seizoen ging het echt nog dramatisch op die tours. Dus ik reed het NK slecht en de trainingswedstrijd ging ik niet goed. Maar ik voelde wel dat er wel meer in zit. De slotrit is de koninginnenrit. Margot Boer is regerend kampioene en verdedigt een voorsprong van 2800ste op Marit Leenstra. Leenstra, wie je verliende hier Nederlands kampioen allround, maar kiest dit seizoen voor het kwartrewerk met het erg op de internationale 1000 en 1500 meters. En ze had een formidabele start. Pakt voort dadelijks winst op Margot Boer. Eerst 50 meter wie gelijk heel goed fut en de bocht er al helemaal goed. Dus dat is wel een heel fijn gevoel. Als je hebt traintest en dat het er dan in de wedstrijd zo uitkomt. Het zal een spannende race worden. Want met nog 400 meter te gaan is het verschil maar 1600ste.
2800ste is het verschil op de ranglijst. En daar komt de finale sprint van Marit Leenstra. En met een grote voorsprong vindt zij deze 1000 meter winnend. En pakt meer dan een seconde op Margot Boer. Marit Leenstra voor het eerst Nederlands kampioene op de sprint. Ik wist dat ik sneller moest dan Juster. En dat een hele goede 1000 meter nodig was om Nederlands kampioen te winnen. Dus ik heb me echt gefocust op mijn eigen rit en mijn eigen technische dingen. En dan kon ik bijna tegelijk de laatste bocht in. En dan heb ik het verschil maken. Dat is wel heel mooi. Marit Leenstra, naar Santje hier dus weer een Friese Nederlandse kampioene. Margot Boer ontroond, maar desondanks toch tevreden. Nou ja, uiteindelijk met het doel op het WK. En dan gaat het steeds beter. Dus dan ben ik wel tevreden. Natuurlijk had ik willen winnen, maar het zat er niet in dit weekend. Marit Leenstra! Leenstra kampioen voor Margot Boer en Laurine van Riesen. Thijsje Oenema is de vierde die het meegeeft naar Salt Lake City voor het WK Sprint. Ja, het WK is in Salt Lake. Die baan lag me wel goed. Daar heb ik een keer de wereldrecord junior in rijden en mijn eerste wildcup doen. Dus ik vind het een mooie baan. En vorig jaar week 8e in Calgary. De 400 meter ronde nou ook nog een stuk beter eigenlijk de vorige jaar. Dus ik denk dat ik nog wel iets heger aan ken. En daar ging mijn best voor dan. Frieslands beste shorttracker Shanky Knecht is in mineur. Hij is hopeloos uit farm en dat is geen goed fruitsoch, want uit 2 weken is al het Europees kampioenschip en Knecht wil daar zijn titel verdedigen. Collega shorttracker Daan Breusma had extra zijn zwargen. Breusma had een knibbelblessure. Tarone Wiekoin, wie in Amsterdam het Nederlands kampioenschip. En jonken de Nederlandse titels kunnen de deelnemers haar en der ek kwalificeren voor dat EK in Malmö. Als je shorttrack zeezen, dan denk je al gauw aan namen als de viervoudig Nederlands kampioen Niels Kerstholt. Of de regerend Europees kampioen Shanky Knecht. Zij hebben het shorttrack in Nederland definitief op elkaar zetten. Maar in het skaat van deze toppers riet Itzak de Laat. De 18-jarige Ljouwerter zit in Jong Oranje en wordt zien als groot talent van de toekomst. Ik denk dat zijn hoogtepunt pas over 2-3 jaar komt als hij fysiek ontwikkeld is. Maar tactisch en technisch is het een begaafde schaatser. En echt een typische shorttrekker. Het grote publiek jette voor het eerst van zijn namen op het Nederlands kampioenschip in 2011. Onder start van de 3 kilometer, maar de grote jongens pakte de doel nog maar 16-jarige Itzak de Laat verrassend een ronde vastsprong. Shinky en Niels en Daan hadden allemaal het nakijken. Dat was een grote stunt, dat was geweldig. Ja, nu was Nederlands kampioen op 3 kilometer. Ja, dat kunnen ze me nooit meer afnemen. Echt geweldig. De Laat hoopt hem via dit NK te plaatsen voor het Europees kampioenschip uit 2 weken in Malmö. In dat geval moet hij in elk geval bij de beste 5 eindigen. Na de eerste dag staat De Laat op het 8e plak. Het gaat ook natuurlijk nog om de wereldbekerwedstrijden. Die wil ik ook heel graag rijden. En op een 8e plek sta ik daar dan nog niet heel goed voor, ben ik bang. Nee, maar de beste 5 van dit NK, die gaan mooi naar Zweden. Ja. Dus er mag nog heel wat gebeuren, Itzak. Ja, zeker. Vandaag de 1000 meter, dus ik moet het laten zien vandaag. Dit is de kwartfinale van de 1000 meter. En De Laat riet hier op het derde plak. Maar hier gaat hij in de fout. Hij jouwt Koen Hakkenberg even een lied stroken. En dat is onreglementair. Shanky Knecht, hij wint. Hij gaat terug naar de finale. De Laat finisht wel als 2e, maar wordt even letten nog disqualificeren door de jury. Itzak De Laat baalt als een stekker. Ja, het was alles of niks. Als ik derde lig, lig ik er ook uit. Dus wat ik zeg, alles of niks. En deze keer was het niks. Is het terug de beslissing van de jury? Ik ben bang van wel. Daan Breusma, Vrioot, krijgt voor de hele finale van de 1000 meter nog even oerzien linkerknibbel. De shorttrekker uit Oreborn had al volle lange lijst. En op dit NK speelt zijn knibbel hem op een nijpatten. Dat is gewoon pijnlijk. Zo. En dan, dat weerhoudt ik gewoon van soepel rijden en zo. Want dan kiest er heel een beetje doorheen en dat is gewoon net goed eigenlijk. Dus. Toch slag het Breusma vol om de finale van de 1000 meter te berikken. En dat wordt dan een prachtfinale met de treienkanon Niels Kerstholt, Shanky Knecht en Daan Breusma. Kerstholt had zowel de 400 als de 1500 meter op zijn naam gezet. En als hij echt de 1000 meter wint, dan is Kerstholt Nederlands kampioen. En Kerstholt is op dit stuit in farm. Hij gaat onder leiding met de rede cap
Daarachter Freek van der Wart en daarachter Shanky Knecht. Maar het wiet het er nu. Maar het is echt kersthooljaar. Er staat Jim Maat op de man. Hij werd voor de 6e keer Nederlands kampioen in zijn carrière. En Shanky Knecht eindigt op dit NK teleurstellend op het tredde plak. Maar daar is ook wel een reden voor. Want Shanky Knecht is net fit. Hij sukkelt al weekend met zijn zoens. Ik weet net wat er aan de hand is. Alle trainingen gingen eigenlijk goed, behalve het Chodrex gaat. En ik uiteindelijk, voor de meter zit maar. Eigenlijk de rest, alles ging uiteindelijk prima. De krachttraining, de fietstraining en de lange baan, trainings die we doorgaan, die ging ik prima. Alleen het Chodrex? Het Chodrex, dat lukt net. Ja, dat is toch nog krijg waar het om draait. Ja, wat gaat er dan net goed? Kist het on, Jan? Nou ja, ik ben gewoon even jouw vier rondjes is het gebeurd. Dan is het gewoon de kracht eruit. En de zoenjes is dat het een krachtprobleem is, maar ja, de krachttraining ging hartstikke goed. En, ik kan meer kilo's vertillen als ooit tevoren, dus ja, daar zal het net aan lissen. Dus ja, het is echt nog een raadsel. En dat klinkt toch zwaargewekkend, want hoe 12 weken is al het EK in Malmö. En Shanky wil daar zijn titel verdedigen, maar in deze farm had hij neerd in Zweden te zieken. In Europa heb je ongelooflijk veel concurrentie, zeker de laatste 2-3 jaar. Die titel gaat steeds waardevoller zijn. Dus hij zal ook in topvorm moeten zijn om zijn titel binnen te kunnen halen. En top is hij op dit moment niet, maar over 2 weken kan dat zo veranderen. Vorig jaar was hij met het NK ook niet top. En 2 weken later liep hij ook met goud weg. En dan nog even waarom naar Itzhak de Laat. Voor hem eindigt dit NK in mineur. Hij werd njoggende en daarmee valt het seizoen in stikken uiteen. Nou ja, ik had gehoopt dat ik er wel dichterbij zou zitten. En zeker met als ik kijk naar de afgelopen jaren lukte het me wel en nu niet. En dat is wel even zuur. Helaas gaat er nog een streek tegen het EK in Malmö. Ja, dat is ook heel jammer. En door de wereldbekers. Dus het heeft wel flinke consequenties dit voor de rest van het seizoen. Dus dat is wel dat is echt balen, ja. Zowel Shanky Knecht als Daan Breusma gaan dan dat EK uit 2 weken. En bij de vrouwen eindigen Rianne de Vries van Lumbert als tredde op dit NK. En zij is zo goed als wist van deelname om het Europese kampioenschap in Malmö. Basketbal dan. De verbouwing van de sporthal der de basketballers van Ares haar wedstrijd spelen, gaat net terug. Dat had de gemeente Ares Wittelitten. En de wichtigste reden hiervoor is dat het Ares net slag is om een haatsponsor te vinden. En dat wie een hudde is van de gemeente. Neffens manager Gert Schuurer had Ares begin dit seizoen wel een haatsponsor vastlijn. Probleem alleen nog is dat die sponsor nog geen cent betellen heeft. Nou, we hadden een hoofdsponsor heeft in principe bij ons een contract getekend voor 3 jaar. Alleen die komt zijn afspraken niet naar, die kan zijn betalingen niet nakomen. En dat heeft ons dus in de problemen gebracht voor dit seizoen, maar ook voor de komende seizoenen. En dit jaar is in principe afgedekt door de grantstelling van de gemeente. Maar voor de komende jaren hebben we nog geen duidelijkheid erover. En dat is dus een groot probleem, want er is van dit hier nog een laatste kwad. Maar vooral voor het seizoen hiernaai binnen de zwaargen nou groot. Benamen nou dat de verbouwing net trok is en de haatsponsor er nog net is. Nou, dat is gewoon heel vervelend, want je hebt geen perspectief op dit moment. Dus we willen heel graag wel dat die verbouwing komt. Kan het zo wijzen dat je toekomst dan onwis is, dat je misschien volgt iemand nog iets meer besteden? Kan het Safir? Ja, nou, laten we daar niet van uitgaan, want we zijn positief ingestelde mensen. Het is net 2013. Dus maar realistisch. Maar het is natuurlijk wel een lastige situatie op dit moment. Ja, en sportief Sjoen geeft het wel aardig naar verwachting. Maar de ploeg van trainer Erik Braals. Nou en dan wint Ares van de topploegen, zoals Leiden en Van Greens. Maar dat Sjoen Oer zit dan weer een pijnlijke nederlaag. Ares zit in die hele grutte, grieze middenmoord. Maar uitzicht op de subtop, dat dan weer wel. De Ljouwerten staan nou op een deal 6e plak te geren met Zwolle. En lid dat nou krijgt de tjinstander wijze van Aron de Sneun. De ploeg wordt dit seizoen teisteren trog blessure leed. Het goede nieuws is dat De Paula en Liedmeijer weer fit binnen. Maar er staat zijn oor dat Greco en Holkomp trog de griep de hele weekend net traint haar en op hele kracht meidoggen. Lieke als de staan als Sjenlid ontrinnen Zwolle en Ares een koord in deze wedstrijd net een soort. De eerste kwart benamen een liedvastpronkje van Zwolle. Hier de score van de oud-inwenner van Koortse Tille, Arno Bunning. Het god wordt nooit echt groter dan 6 punten. En bij de rest is het verschil dan te verwaarlozen. Hier de score van Greco. En de rest dan is 38-37 in het voordeel van Zwolle. Een goed begin dan van het derde kwart. Hier de 3 punten van Michaels. Dan is het god in 12 punten. 50-44 van Ares. In een kwartiertje bestek dus een god van zo'n 10 punten. Hier de mooie intwaar tussen Karazi en Williams. En de score 63-52.
Maar vlot daarna Zwolle. Dit het gaat net grutte worden. Hier de dunk van Tanner Smit. 63-54. Holkom. Roen een paar keer naar de kleikimmer om te spuien. Maar pakt het toch nog een punt in de wedstrijd. En hier de assist van de Rommel. Maar wil de score van Jos Poels. Vlot daarna dan weer de misser van Smit. Bunnig en balverlies. En de fastbreak van Aris. En daar komt de score. En de fout en de vrijworp dus van Aris. En zij zet God zelfs 15 punten. Dat zal ik de grootste vastsprong in deze wedstrijd wijzen. Zwolle bloed maar slordig spelen dan. Weer een turnover. De mooie paas van Givens. En de score van David Michaels. En omdat hij zo mooi is, nog een keer de vrije paas maar in je hand van Sammy Givens en de score hier van David Michaels. Zwolle komt nog wel wat dichterbij, maar echt spannend wordt het nooit meer. Aris wint bij Jinjontig 84. Een goed resultaat, al is coach Braal net echt tevreden. Winnen van Zwolle is prima en zeker thuis moeten we die wedstrijden winnen. Maar ja, ik verwacht ook een bepaalde standaard van spel. En ik vind dat we die standaard in het vierde kwart niet hebben gehaald. Nee, ik hoorde u letterlijk zeggen, ja, dat is misschien het nadeel van een verslaggever die vlakbij u op de bank zit. Ik hoorde u letterlijk zeggen, waardeloos, maakt me pissig, waardeloos spel. Was, voelde u het zo? Ja, ik vind dat we aan het vierde kwart wel lopen te rommelen. Ja. En toch de overwinning klimt Aris nou naar het deelt vijfde plak te Germoy Den Helder. Sneun, dan speelt Aris tjen de nummer laatst en dat is Rotterdam. Maar morgen eerst nog naar Utrecht, want de Kangaroos uit de promotiedivisie bindt dan de tjenstander in de kwartfinale van de beker. Een hinderkeepje is net zo duur, maar een hinder onderhouden, dat is een heel oorverhaal. En daar komen wij als eigenaars van Us Derk, ze staan er gewoon ook wel achter. Maar gelukkig binnen er een heel soort mensen in Friesland die het Us draafhinder een warm hetta dragen. En dat binnen dan de donateurs. Kwant van die donateurs docht er zelfs van alles om zo volle mogelijk yield in te samelen om Derk uiteindelijk op de baan te krijgen. Bonne van der Bij is daar niet. Hij organiseert het van alles waar Us Derk buitenzorg. En dat wil hij zelfs ook nog eigenaar is van een eigen hinder. En dat is dan Bo Derk, vierde familie van Us Derk. Wij gingen een jonne mooi met Bonne, de klaviossen. Mag ik even attentie? Jong voor uw vriendenclub van Bo Alderson. En het ziet jong een beetje, of eigenlijk helemaal in teken van Derk Buitenzorg. Nou, je zullen nou klaverjassen. Ja. Smiet dat ik wat geld op voor Derk? Ja, de inleg is voor Derk. Maar daaromheen hebben we een donateursactie. En daar hebben we nu meer dan 70 nieuwe donateurs voor Derk. Dus ik dat geld komt er al hierbij, dus hij kan een maand daarvan vooruit. Zo moest het maar beseffen. Jon en Klaujas. Voor Derk. Voor Derk, ik. En voor uw Bo, hè? We hebben al iets indruk, hè? Ja, je bent zelf ook een indruk, hè? Ja, ja. Maar doet hij het goed? Ja, die doet hartstikke goed. Oh, net Bonne. Hij doet goed, hè, uw Bo? Ja, hartstikke best. Hij had al drie keer won in hier tijd. Ja. We zijn super trots. En het is familie van Derk, hè? Wat dan? Dezelfde hiest, hè? Dit is hem. Maar die had nou van alles bij, hè? Dus diegene die de eerste prijs wint, die had het heus wel goed. Je bent er klaar voor, Chico. Ja. Daar komen we voor, nou. Even klaverjassen voor uw Derk. Ja, alleen voor uw Derk. Een mooi hinderke. Ja. Had er nou aan, maar het wordt presteerd. Jij bent de spelleider? Ik doe een heel beetje mee, ja. Ja? Ja, ja. Maar wat heel dan nou? Dingen dat de meesten zitten met een tafel in 1, 2 en 3. Nou, ik denk dat we maar los moeten, vind je? Ik vind dat we maar los moeten zitten. Ja, ja. Ja. Maar je hebt dan even nummerke. Ik hoop dat het wat wordt met Derk, maar ik heb mijn twijfels erover. Nou.
ja, hij groeit wel lekker en het is nou, hij is nog castreerd en is nog een ruwe nekboeiet. Nou, ik hoop dat het goed komt. Wat ben je hem nou heel dit in de geest van Dirk rond Klaviast? Nou, we denken wel wat aan die draven natuurlijk, maar we moeten nou even de kop hierbij hebben. Hè? Ik heb gewonnen de 8e prijs, de 70-jarige Auke van der Waal. Gefeliciteerd, Auke. Jongeman, bedankt voor de gezellige avond. Ja, hartstikke goed. Maar wel jammer dat jou die Dirk buitenzorgbokaal net hebben. Ik zit altijd wat. Ik heb helemaal niet laat mijn buiten altijd op mijn kop liepen, Scott. Ja. Bedankt jongen. Ja, er zit wat waterbonden mee, maar dan moesten we even zien. Ik jou een rondje, maar dat lukt altijd. Ik hoorde dus ik wel bij opbouw van Kevi. Ja, okay. Hier in de zaal. Oké, Harry. Super, man. Wie meer dan 25 euro, 35 dank. 35 euro, wie meer dan 35, 45 bij mij. 55 euro bij Harry. 55 euro, wie meer dan 55. 55 euro, we maken er nu 60 van. 100 euro hier in de zaal. 100 euro. Geef u een applaus, dames en heren. 100 euro voor Dirk Buitenzorg. 100 euro. Felicitaties, dames en heren. We geven een 100 euro zo handig. Een applaus voor Harry. Fantastisch. Voor Friesland. Ja, dat denk ik. Maar er zit nog aan. Zo zeiden ze het nou van de jongen. Als je dit krijgt, dan. Dit is, wel een dit mooie, is hem dus, de Dirk Buitenzorgbokaal. Geweldig, geweldig, geweldig. Met het uzomgang. San, Sander, nieuwe donateurs voor Dirk. Zo. En er komen nog een stekker wat bij. Hey. Geweldig. Het lukt altijd, Dirk. En hij komt in de baan, daar kun je hem van de baan. Ja, en nogmaals, tige tank daarvoor. Ontstaf je de sport, ek op deze manje. Nou, dadelijk kun je weer zien naar het Frieske Nijs in Juurt. Dag.